Zo mensen, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tim de Remus. Vergeet al geen duimpje omhoog te doen. Jawel, dames en heren. Ik ben nu onderweg naar mijn wijk toe. Maar ik ga sowieso een kaartje meenemen. Van trivia. Dus je weet sowieso dat ik altijd op trivia speel. In het begin van mijn vlog. Maar mijn vader staat al te wachten. Dus daar gaan we sowieso al nu eerst gewoon naartoe. Ja, ze vinden het fijn dat ik trivia doe. Heb ik dan alles? Mijn meisjes niet. Nee. Kom maar, en daar valt. Ja! Oh, echt tof. Ik ben daar. Mijn meskes. Godverdomme. Ik ben mijn meskes kwijt. Ik ga die meske nemen. Voilà. Allee, straks. Voilà, ik heb mijn meske. Sorry dat het beeld soms zo wat draait, maar ik ben mij echt aan het haasten. Dan zien jullie mij ook eens in een haastmoed. Tot straks allemaal. Ah ja, ik ben nog een trivia subito. Tot ziens allemaal. Jojojo. Hallo kijkers, ik heb sowieso één ding te zeggen, er zal geen trivia zijn. Waar mijn vorige fragment wel is gezegd geweest. Waarom niet? Een van mijn admins heeft daar duidelijk op gemaakt. Ja, dat gaat iedereen skippen. Oké. Laat het in de reacties eens weten, moet er in een trivia komen, ja of nee? Of ik zal wel ook wel een poll lanceren, wel ook op YouTube. Daarna wil ik ook nog even mijn ongenoegen uiten over Nicolas. Nicolas, ik ga nog eens even erboven halen. Nicolas Keijers of zoiets. Keijers. Wel, ik vind eigenlijk dat ook zijn straf, ik ga ook helemaal achter IJzet staan, zijn straf eigenlijk te mild is. Wel, wat bedoel ik daarmee? Hij krijgt dus geen straf omwille van dat hij minderjarigen heeft misbruikt. Ik snap het niet. Dat kan bij mij ook niet door de beugel. Wat is België eigenlijk allemaal gaande? Dit kan gewoon toch niet meer. Dus, oké. Als ik dus minderjarigen ga misbruiken, dan word ik daarvoor gestraft. Maar hij blijkbaar dus niet. En dat vind ik ook helemaal niet door de beugel kunnen. Er zijn ook bewijzen. Kijk maar naar IJzet zijn video. Wel, ik sta volledig achter hem. En ik denk dat er nog wel veel YouTubers achter mij ook en IJzet ook staan. Met zijn reactie daar ook op. En, ja, en mijn reactie is er ook op van dat de straf eigenlijk niet genoeg is. Echt niet genoeg. Ik moet ook hier aan, aan de regels houden in België. Zo gelijk, ik mag ook geen minderjarige gaan verkrachten of iets anders er gaan doen. Als ik dat doe, dan vlieg ik zeker in de bak. Voilà. Maar ik doe het zoiets niet. Nee. Ik hou mij ook aan de regels en al. En jullie weten ook wel dat ik hier heel vaak ook in mijn woning vertoef en al. En dat ik ook eigenlijk totaal niks ook fout doe. Ook op mijn YouTube kanaal. Dus ja, daarbij. En dan wil ik ook nog eens even de boven halen wat ik ook heb gedaan op het werk. Dus vandaag heb ik... eerst 1 kilo zakjes moeten bestikkeren, dus met een booklet. En daarna kwam er dan een nieuwe order. En,
Dat zijn echt heel veel zaakjes. Hoeveel zaakjes, dat laat ik buiten. Maar het zijn er wel veel. Moeten we echt ook zo'n hele kleine stickerje erop plakken. En dat zijn zakjes van 100 gram. Dus dan mocht je ook al denken van... Dan zitten er 24 in een doos. En ik weet niet hoeveel dat er zitten gestapeld op een palet. Maar daar zitten heel veel dozen. Echt maar massas veel dozen gestapeld op een palet. En... Ik ga niet klagen. Nee. Ik ga niet klagen. Nee. Globachem is top. Ja? Oké. Ook toppe collega's en al. Weer een film gemaakt vandaag. Weer goed gelachen. Maar ook wel gewerkt. En ja. En hoogstwaarschijnlijk zit ik nog morgen ook nog aan die opdracht. Maar ik ga ook sowieso één ding zeggen. Morgen, ik ga proberen deze vlog, waar ik nu ook aan het maken ben, die ook, dat die ook zeker morgen te bezien valt. Dus voor jullie vandaag, dus nu. Dus er gaat ook heel veel editwerk zijn, dus voor het, die fragmenten aan elkaar te plakken. En daar heeft de computer heel erg veel tijd voor nodig. En maar morgen, dus donderdag, wil ik al rustig op mijn gemak mijn computerspullen gaan inladen in bepaalde dozen. Zo wil ik, ga jullie eens even meenemen. Dus, jullie gaan nu zien, die doos, die zit gewoon boordevol. Die valies, die zit ook nog vol, die gaat ook nog leeg moeten gemaakt worden. Die pc, die gaat mee. En dan gaat deze pc ook nog mee. Dus zowel die pc als die pc als deze pc, die gaan allemaal mee. Omwille van, ik ga dan ook aan Line Gaming Solutions vragen voor deze te herstellen. En zowel de die te herstellen. Voilà. Daar ben ik hem 100% dankbaar voor. Dankjewel, Line Gaming Solutions, dat je dat wilt doen voor mij. En dan nog iets heel speciaals hier bij mijn woning opgedoken. Dat is... Tadaam! Een hoogtewerker. What the fuck doet een hoogtewerker hier voor mijn appartementsblok? Is het om mij te komen spieken? Komen te begluren? Nee, ik weet het niet. Daar gaan we het dus uitlaten. Maar ik vind het wel heel raar dat die zo nog helemaal naar boven is gedaan. Waarom doen ze dat? Laat het even in de comments eens weten. Want daar ben ik wel echt heel nieuwsgierig naar. Voilà. Ondertussen tijd heb ik ook heerlijke spaghetti gegeten. Dankjewel mama voor die heerlijke spaghetti. Kijk eens, de koelkast is zo goed als leeg. Wauw. Wat ik ook vrijdag ga doen, dus nog voordat ik op Freakomatic ga naartoe gaan. Ik ga hier gewoon meer licht aan maken. Dat is... Kijk hè, ik ga mijn diepvriezer nu open doen. Ziet het daar eens van boven. Hoeveel ijs. Ik ga die dus... ijsvrij maken, dat hij dan ook wel de ganse weekend goed kan, terug kan gaan afkoelen naar de min temperaturen. En dat dan daar dan ook weer mijn vlees en al ook weer mooi kunnen opgebergd worden. Dus dat moet ook nog gebeuren. Voor de rest, ja, wat ga ik dan nog vandaag doen? Ik ga nog wat mijn mails beantwoorden die zijn binnen zijn gekomen, die moeten beantwoord worden. Daarna ga ik ook nog wat Enzo Knol kijken, familie, noem maar op. Dus ik ga ook nog wat bijbenen ook op YouTube, dus de filmpjes wat ik niet meer tijdig heb kunnen zien, die ga ik nog proberen allemaal bij te benen, ik zal het zo zeggen, bij te benen. Want op FOM wil ik wel regelmatig kunnen livestreamen. Voor jullie.
Sowieso 9 van de 10 kansen Euro Truck Simulator dat er gaat gespeeld worden. Counter-Strike 2. En dan voor de rest gaan we nog wel zien nog welke games dat we kunnen spelen op Frag-O-Matic. Even kijken op mijn PC. Ah ja, en dan nog iets heel leuks. Willen jullie mijn verbruik inzien van vorige maand? Verschiet u niet. Jullie weten, ik heb mij ook eigenlijk redelijk rustig gehouden op YouTube of Discord of noem maar op. Maar toch heb ik redelijk wat verbruikt. Dat is voor deze maand nu. Dus wow, dat valt nog goed mee. 31 gigabyte. Maar nu gaan we eens naar de vorige maand toe. Niet verschieten. Ik ga nu naar onder toe. 8405,93 gigabyte verbruikt. Wauw. Dat is toch veel, mensen. Zie, dus daar zijn mijn pieken. Wink, wink, wink. Hier een piek van meer dan 1200. Dit was eentje van 1381 gigabyte. Dan heb je nog eentje van 506 gigabyte. 857, 994, en dan was het even rustig. Je ziet het heel rustig, hè. Hier, 5 gigabyte verbruikt, 6, en dan hier heb je weer zo'n piek, 470, 1329, 347, 1222, en dan nog hier die laatste piek. Dat is een piek van 955 gigabyte. Kan toch allemaal tellen, hè, mensen? Kan allemaal wel tellen. Voilà. Voor de rest, ik ga jullie laten. Ik ga echt jullie laten. Dan kan ik deze vlog al in elkaar steken. Maar ik zal wel al de vragen nog beantwoorden. Die gisteren wel nog gesteld is geweest. Met de Trivia Pursuit vragen. Dus ik ga de Trivia Pursuit vragen ook dan eruit laten. Maar ik kan nu nog wel de antwoorden geven. Dus van de Trivia Pursuit vragen van gisteren. In welk land kan je op Schiphol een vliegtuig nemen? In welk land was dat? In Nederland. Welke blanke rapper geniet het meeste aanzien bij zijn overwegend zwarte broeders? Eminem. En dan, in welke eeuw ben jij geboren? Hier staat de 20ste eeuw op. Kan ook de 21ste zijn, hè. Welke vogel is de allersnelste zwemmer? Denk aan de achterkant van deze Trivia Pursuit vragen. Een pinguïn. Welke zoogdier kan als enige een hele nacht op zijn rug slapen? Wij, de mensen. Wij kunnen op onze rug slapen. En dan het allerlaatste. Hoe heet de broer van de computerheld Mario? Ik doe het opnieuw, hè? Zo gelijk als ik de Mario-naam zeg. It's me, Mario! Oké, en de antwoord daarvan is Luigi. Mario en Luigi. Voilà. Ik hoop oprecht dat jullie wel nog hebben genoten van deze vlog. Sorry dat het... als jullie denken van, oké, het is een saaie vlog. Denk eraan, vrijdag... Is er een kans? De kans is zeer groot dat er geen filmpjes online gaat komen op mijn YouTube-kanaal. Voor zaterdag en zondag, dat weet ik ook nog niet. Dat is ook nog allemaal onzeker dat ik dus dan op fond zit. Maar maandag ga ik sowieso ook de Q&A terug opnieuw opnemen.
En dan zijn we er gewoon terug, hè. Zij blij dat ik niet definitief ben gestopt met vloggen, mensen. Maar ik hou me wel mijn voeten vast en mijn benen vast, of hoe ik dat ook noemt. Ik hou mijn been stijf, zo was het. Ik hou mijn been stijf. Als er echt kritiek naar mij toe gegooid wordt, die kritiek die ga ik ook niet meer voorlezen in mijn Q&A. Nee. Maar ook kan zijn dat die kijkers die echt kritiek geven, dan ook worden verborgen op mijn YouTube-kanaal. Dus ik ga ook wat schoonmaak houden. Voilà, bij deze. Dan weten jullie dat. En voor de rest, ja, ga ik deze vlog nu in elkaar steken. Heeft ook weer altijd nodig om te renderen. Daarna ga ik nog wel naar Enzo Knol kijken. Wat heeft hij eigenlijk vandaag geüpload? Ben ik wel eens benieuwd naar. Eens even kijken naar YouTube. Terug bij mijn jeugdvoetbalclub. Oh, dat kan wel eens leuk zijn. En dan wat ik dan ook nog zo wat ziet op YouTube. Dus ja, de kanalen die ik echt volg, dat zijn er redelijk veel, 59. Dus Enzo Knol, Govert Sweep heeft blijkbaar ook nog iets geüpload waar ik ook naartoe wil gaan kijken. Dus even kijken, video's. Redder op zee, dat wil ik zeker ook zien. En een Dakar-reis, die moet ik ook dan nog gaan inhalen. En Special Forces en bloedvergiftiging op Madagaskar. Die moet ik dan bij Govert Sweep nog gaan inhalen. En dan, ja, over ACID. Van pedo's krijgen geen straf in België. Daar geef ik ACID 2000% gelijk in. Dan Milan Knol. Eens even kijken als er gewone video's tussen staan. Nee, nog niet echt. Alleen nog maar wel livestreams en al. En ik gaf 100 euro aan kinderen en dit gebeurde er. Dat is wel 12 dagen geleden. Dus je ziet wel wat ik nog moet bijbenen. Stuk TV zie ik ook een oranje bolletje. Een blauw bolletje. Nee, daar is nog niks. Nog niks nu vernieuwd. Dat is al meer dan een maand geleden dat die een filmpje hebben geüpload. Maar deze weekend komt er opnieuw ook een filmpje online. De drop. Vanaf zaterdag om 5 uur op hun YouTube-kanaal. Dan weten jullie dat ook al. Dus dan weten jullie ook van, oh, dan kunnen we misschien ook wel eens kijken. De drop. De drop is ook wel een hele leuke serie van hun. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Dus de drop. Gio Latoy. Die is 27 minuten geleden, dus toen, terwijl ik deze dingen aan het opnemen ben, is er ook een filmpje van hem online gekomen. We zijn op Sint Maarten, het gaafste strand ter wereld. Zo heet zijn titel. En dan, wat ik ook nog echt wil eens zien, wat jullie ook nog sowieso moeten zien, is echt dat van Mr. Beast. Hè? Oh my god. To face your biggest fear to win $800,000. Ik heb naar die filmpje gekeken. En ik ga jullie ook één ding zeggen. Dat filmpje was tof om te zien. Dat is gelijk, er was dus een deelnemer die ook in een vorige video zat is bij hem. Wacht, hè. Dan ben ik eens even heel snel aan het kijken. Ja, die heeft nog eens ergens ook in een filmpje is meegespeeld, die gast. Voor geld te winnen. En die gast had dan $800,000 juist voor zijn neus zien voorbij gaan. Hoe is dat gekomen dat hij zijn $800,000 toen daar kwijt is gespeeld? Kent jij ook Squid Game? Daar heb je zo van die figuren een ster, een paraplu, een ronde ring. Oh,
En dan was er nog een symbool. Wacht, hè. Squid Game. Eens even kijken, hè. Squid Game. De logo's. Afbeeldingen, ik ben even aan het kijken. De driehoek, juist. De driehoek, ronde ring. Goh, nu ben ik het zelf ook kwijt. Ik ben nu heel snel al die afbeeldingen zo even erdoor aan het nemen. Dus een ronde ring, driehoek, ster en dat, ja. En bij deze, bij de paraplu, is het toen helemaal verkeerd gegaan. Maar, oké, daar, de paraplu. Daar is hem dan verkeerd gegaan. Omwille van, je moest binnen een bepaalde tijd dus die drie figuurtjes hebben uitgekrapt. En dan mag die figuur niet gebroken zijn. Als die gebroken is, kon hem niet door naar de volgende level. Dus eerst met een ronderingsket, dat is het gemakkelijkste. Dat ging perfect. Driehoek ging ook perfect. Sterretje ging ook perfect, maar dan bij de paraplu ging het helemaal verkeerd. En ja, heeft hem zijn... Toen was het nog $1 miljoen, dacht ik, dat je dan kon winnen. Ja. Maar ja, ik ga jullie nu laten. Ik hoop dat jullie toch nog iets hebben opgestoken in deze vlog. Dus ik heb jullie ook wat inspiratie gegeven om bepaalde YouTube-kanalen ook eens langs te gaan en hun filmpjes ook eens te bekijken en al. Waar ik ook heel veel naar kijk en al. En ik probeer dat ook altijd zo goed mogelijk ook altijd bij te zijn. Noem maar op. Dus ja, ik ga jullie nu laten. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op de belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Ik kan nog één ding iets zeggen. We gaan ook voor de veiligheid, ook voor mij. De veiligheid voor mijn vriendin. Mijn partner. En andere vrienden, die ga ik even uit de vlog laten. Hoe lang, weet ik niet. Ik probeer nu even om mijn eigen te filmen, maar als ik ook buiten ga, ik heb die stap nu en die klik ook kunnen omzetten, om toch wat breder beeld ook te filmen van mijn omgeving. Voilà. Ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal zo snel mogelijk terug. Tot later allemaal. Yo, 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 yo.